Al vroeger een bier, hè? Ja, zeker. Ja, is lekker, hè? Einde voor de honger en dan hangen voor de doos. Ik heb ze niet meer geteld. De derde. Dit is 4%. Ik denk zo dat ik toch aan de tien zit. Gezellig. Ja, natuurlijk. We doen elke dag ondersteunen. We doen nog niet een crowdfunding, maar we doen wel ondersteunen. Ja, we hadden met een paar mannen hebben ze afgesproken voor de terras te openen om 6 uur. Naja aan de Maas. Oh, Kaluwas. Vanaf vandaag mocht men officieel vanaf 6 uur drinken, mogen de terrassen open. Dus daar gaan we optimaal gebruik van maken. We gaan gewoon om 6 uur met een aantal vrienden, met een aantal kameraden, gewoon op dat terras zitten om gewoon te drinken. Nou, ik vind het gewoon een super actie om gewoon even te laten zien dat het weer mag. En vanaf 6 uur dan wel, maar goed, dat komt niet zo vaak voor, denk ik. Er zit een serieuze inslag op. Ik heb me altijd geërgerd aan die mensen die zo negatief zijn rondom die coronatieën. Dus ik denk, de doemdenkers die gaan we vervangen door de dooddrinkers. En tot hoe lang blijft u vandaag zitten? Nou, niet zo heel lang meer, want ik ga daar gewoon aan het werk. Ja, ja. Nou, ik weet zeker, die hebben vandaag 2 uur gedronken. Die gaan na 2 uur drinken, gewoon niet op die baan. Dat is plotseling een leuker baan. Dus dat is pure wens. We moeten gebruik maken van de mogelijkheden die corona biedt. De baas, nou, die weet eigenlijk, nee. Maar goed, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Hè. Dat maakt niet zoveel uit. Thuiswerken tegenwoordig kan een beetje... Kan je een beetje zelf indelen, zou ik maar zeggen. Zit je elke merken te vingen? Ja, als het weer toelaat, dan ben ik hier. Volgens maken. Ja, zeker. Dank u wel, hè. Gezondheid.